We zijn hier net aangekomen aan Klong Road Kayaking. Voor onze eerste dagtripje. Daniel heeft korting kunnen scoren. Normaal was het? 600, denk ik. En nu voor 300. 300. Voor de hele dag? Hele dag. Hallo. Hi, Lola. Hi, Lola. Oké, okay, but take op de shoes. Nou, Rosas. Kajak. Hopelijk vallen we er niet gelijk in. De grote, zegt hem. We zijn aan het kajakken op de soort van natuurwater, vijver, rechtstreeks van de bronnen. Naar links. Met een chauffeur van voor, met een co-piloot die allemaal in de gaten moet houden. Ik vaart nog graag op obstakels. Hopelijk komen we hier ongeschonden uit met mijn co-piloot. Het is hier wel mooi. Ah, het water is gestel helder. Oh, we zijn weer al op aan het varen. Moet ik hem onder water houden? Hè? We gaan nu de mangrove in gaan. We gaan nu de mangrove in. We zijn super goed aan het gaan. Gaan we erin geraakt toch? Iets naar daar. Ik weet niet wat dat hier op de grond is. Nee, dat weet ik ook niet. Dat is wel heel cool hier, zie. Super cool, ja. Die stijl helder water, nu normaal. Beetje. Links aanhalen, links, links. Ja. Links, links, links. Kijk hoe kristalhelder zitten visjes zo zwemmen daar. Hier lekker de broebeltjes boven komen. Kijk hoe mooi. Maar hier kijk je ook. Komt daar uit de grond, precies. Ja. Ik ben dus tussen een smal stukje proberen te gaan. Is deze kant dit, is die kant dat. Maar het lukt. Oh. Boom ahead. Het is echt wel kei mooi hier. Zeer goed gekozen vandaag. Ja. Als je goed kijkt, komt hier het water naar boven van de bron. Je ziet de rimpeltjes zo naar boven komen. Ja, hand peddelen. Legs peddelen. Blijf het spannend. Kijk hoe mooi. Ga je even zo'n beetje onder water proberen te filmen. We gaan nu gewoon met de stroming mee.
Ik hoop dat we tussen de bomen geraken. Dat zal wel. Want we moeten hier tussen die twee zien te geraken. We hebben een grotere kano dan anderen dus. We zijn er door. Hola. Mooi. Mooi stuurmanskunst van de kapitein. Ja, hè? Perfect. Huh? Perfect. De rust. Ik denk dat we gewoon vastlopen, maar ja. Stuurman down. Bijna terug van prachtige kanotocht. Dat is echt schitterend. Zeker aan te raden. En dan moet je gaan bij de dieren waar wij zijn geweest. Want die vraagt dus maar 300 baht voor een boot. En anderen zijn hier duurder. Ik heb op YouTube al gezien dat sommige 600 vragen. Dus ik zou een die pakken. Het is echt de moeite om te zien. Echt zeker een aanrader. Je moet wel oppassen, want de takken en de boomstammen en de rotsen liggen nogal hoog in het water. Dat je eigenlijk niet vastrijdt. We hebben nogal gelachen onderweg. Iedereen die op een tak vast zat en zo. Super grappig. Kijk hoe mooi. We zijn hier aanbeland aan de vijf Boeddha tempel. Die is blijkbaar in 2020 hebben ze die beginnen bouwen. Hij is nog niet volledig af. Maar die is al wel prachtig. Heel prachtig. Kaarsjes in, in kerk, maar voor Boeddha. Voor Boeddha wel, want ik ben boeddhistisch. Hè? Alles voor Boeddha. Alles voor Boeddha. Betalen. En dat is het pad daar naartoe. Dus we zijn benieuwd. Het is dus het pad daar naartoe. Dat is op zich al kei cool, vind ik eigenlijk. Tussen de jungle. We zijn dus in Tapon Klong Song Nam Urban Forest. Dat is dus blijkbaar niet het pad daar naartoe, want we moeten dus wel inkom betalen. Ik denk dat we gewoon op een soort van resort zijn gereden. Wij zijn gewoon op een resort gereden en daar onze scooter weggezet. Maar ze maken de hier ook ergens vragen, denk ik. Ja. Maar ja, het zal niet uitmaken, denk ik. Ik ga nu zien wat het kost, want elke dag inkom betalen, dat is ook niet de bedoeling. Hier in het Natural Trail Park. Het is iets van een kilometer 200. Ja, en we hebben net een ticket gekocht daar. En deze persoon en zit... En die gast, die pakt dat hier aan. Ja. Dus dat is echt een job voor een job. Te creëren. Maar dat is goed. Te creëren. Als de mens er gelukkig mee is, wij ook. Ja.
Maar ik denk in België dat dat ondenkbaar zal zijn. Op een meter van elkaar. Hier zijn dan denk ik iets... Dat is dus 100 watt per persoon, dus op zich valt het ook mee. En ja, hoopt u een aap ik tegen te komen? Ik hoop nog wat aapjes tegen te komen, want we lopen dus over een pad met namen op bomen. Het ruikt hier heerlijk. Dat wel, super. We kunnen het niet plaatsen, een soort jasmijn. Ja. Jasmijnlucht. Ik hoop eerlijk op een of andere mangrove slang of zo, dat we nog gaan zien. Of zo'n soort van leguaan of iets spectaculair dat ineens voor ons voeten komt. Dat zou ook nog doen. Eerder dat dan apen, hè? Nou, kijk, die is hier. Mijn grove riviertje, heel mooi. Echt wel mooi, ja. Ik denk dat de lokale bevolking hier hun water vandaan pompen. Dat in de verte weg hoort dat je zoomt, dat is van een waterpomp. Dat is wel mooi. Dus net spectaculaire dronebeelden gemaakt. Dat hopen we. Dat hopen we toch. Dat is altijd een beetje afwachten. Want het was hier wel, we hebben hier echt door de mangroven aan het vliegen geweest. Het was een beetje tricky, maar... Ik hoor, kijk. Allemaal, oh, mooi. Dat waren allemaal visjes. Daar. Daar zie je een grote vis. En in de verte hoorden alleen maar apen. Maar dat is die zitten daar. Ergens in de jungle daar. Hè. Die zijn dan ruzie aan het maken. Ja, we hebben het gehaald, de wandeling door de mangroven. Het was niet slecht, nee. Voor 200 watt. Het was een heel mooi stukje. Vergeet vooral geen muggenspray, want ja, het was opgevreten. Het was een mooi stukje, zo, echt zo aan een riviertje, helder blauw. Dat is echt wel de moeite. Ik denk dat als je een kleine pauze maakt, dan is het een klein uurtje, denk ik, zeg, aan het wandelen. Hè. Is het spectaculair? Mwa. Is het de moeite? Mwa. Maar als je van natuur houdt en dat je zo denkt van ja, zo, als je zo van de natuur en mangroves en je wilt wel weg van de toeristen, kom naar hier. Nu stoppen aan een lokaal tentje voor iced tea. Bij iced tea en een smoothie. En dan zetten we onze weg terug verder. Echt een lekkere iced tea. Dan gaan we even een verse mango milkshake, dat ze mee bezig is. Dat is echt... 60 baht.
Very good. Thank you. Fresh mango. Fresh. Yeah. Very good. Thank you. Kapun kap. Zeer mooi hier. Dat is dus allemaal palmbomen, plantages. Hopelijk verstaat je mij met al die wind. Maar het is zeer mooi. We zijn nu op 2 minuten van onze tempel. Waar ik, ik weet niet wat ons erachter staat, want we zitten echt in een niet-toeristische omgeving. Dus hopelijk valt dat mee. Maar de rit naar daar was al super prachtig. Heel veel palmforsten gezien. Hondje wijst ons de weg. Kijk waar we terecht komen, schatje. Hé, hey, wauw. Prachtige tempel, hè. We zijn nog wel aan het in opbouw. Want mensen zijn nog aan het lassen daar en nieuwe tegels aan het leggen. Maar als die ooit helemaal af is, is dat echt prachtig. Echt niet normaal. Niet in de jungle. Echt. Oh, ja. Dat zijn de secret gems waar wij naar op zoek zijn. Net dus aangesproken geweest door de monnik met de Google Translator bij. En hij zegt, ik breng jullie naar boven. En ik zie daar al heel veel trappen. Ik ben echt wel benieuwd, want deze is echt wel een secret gem. Ik denk niet dat hier veel toeristen komen, want we moeten alles via de translate doen. Kijk, daar gaan we naartoe. Ik denk dat hem nog even gaan verwittigen is dat hij met ons mee naar boven gaat. Ja, maar dat is dus oké. David, de eerste toerist is die ooit in de grot is geweest. Ik snap wel waarom. Dus hij zegt, als je grot-explorer bent, moet je zeker naar hier komen. Ja. Ja, we zijn dus met de Google Translate proberen uit te leggen dat we iced tea willen. We zijn een lokale attractie. Ja, want iedereen kijkt ons volgens mij komen hier niet al te veel toeristen, want iedereen kijkt ons echt aan van wat komt de jullie doen. Een lekker tekening. Het doet wel voor mij. Zo maken ze dat dus. Aha, sorry, ik heb. Deze is niet normaal lekker. Een zak thee hebben we gekregen. Dat is gecondenseerde melk met kokosnoot, melk en dan vis en thee. Oh, is niet normaal. Het is wel heerlijk. Heerlijk lekker. Nu gaan we een paar stokjes bestellen, denk ik. Ja, nu gaan we saté. We hebben weer iets bijgeleerd. Hier in Thailand eten ze dus, denk ik... Koude friet. Lauwe friet. Lauwe friet. Mmm, wel lekker. En goed. Met kaas op. Ja. Oh, maar is lekker. Ik heb wat stokjes besteld. Heb je dat gefilmd? Dat bestellen of niet? Nee, dat bestellen niet. Nee. Zo, dat zit hier allemaal niet zo van die bakjes. Dat is gewoon aanwijzen. En dan maken ze dat klaar. 10 baht voor een stokje. En denk ik er eentje gratis heb je gekregen of zo? Ja, denk ik er eentje gratis. Oh, dus voor 100 baht heb je gegeten. Deze was 30 baht, niet als iced tea. Maar we werden wel een beetje als de attractie van het dorp even bezien. Ja, ja, ik denk het, ja. Ze, ik denk dat ze vooral paniek hebben altijd dat ze ons niet begrijpen. Hè. Ik denk niet dat er veel toeristen komen. En dat is de angst dat ze hebben. Want als je begint te praten, dan schieten ze in paniek. Maar
Met Google Translate komt al een heel eind. Met Google Translate app en je laat die mensen spreken. Nou. En we eens proeven. Met de kaas. Heerlijk, hè? We zijn dus in de bar, restaurant Sonja Halal Food. En we hebben net twee iced teas besteld. En fried rice met garlic, zoals gisteren. En het ziet er hier super goed uit, want je ziet de keuken, dat is altijd goed. Dat je de mensen ziet koken, dat is meestal goed. Het is super goedkoop, want het kost zomaar 80 baht voor een gerecht of zo. Dus we gaan zien wat we zo meteen krijgen. Ik denk dat we hier, we hebben drie gerechten besteld. En twee iced teas. Thai iced teas dingen we nog niet met 500 euro. Wat? 500 baht. Wat? Ik denk niet dat we 500 baht gaan betalen. Veel minder. We zijn benieuwd. Dus je zit dus volledig binnen in de keuken. Super leuk. Ik denk dat allemaal wel super vet. Kip in zoetzure saus en kip met Thaise stijl. Thaise stijl. Dat zijn geen boontjes, hè? Ah, dat zijn geen boontjes als je ziet. Chili. Oh, ik dacht dat boontjes waren. Nee, nee. Is dus niet. En als dessert nog een lekkere pannenkoek met banaantjes en chocoladesaus. Ik hou het gewoon met nog een lekkere Thaise iced tea. Ik zal wel kijken. Smakelijk, hè? Dank u.